Eugène, de SLTN Inter Access Business Lounge wordt vanmiddag voor het eerst georganiseerd. Ja. Wat is dat? Wij willen mensen bij elkaar brengen, bedrijven en organisaties, instellingen, dus overheid en bedrijfsleven bij elkaar. En we willen thema's neerzetten. In dit geval pakken we Internet of Things, Big Data en Analytics pakken we. En dat willen we op een menselijke manier neerzetten, dus inspirerend, waarbij we de techniek eigenlijk helemaal loslaten, maar met name ons focussen op toepassingen. We zijn bij SLTN Inter Access, de business lounge vanmiddag. De hoofdspreker Hans van Breukelen. Thema is Internet of Things, Big Data Analytics. Wat doet iemand met een voetbalachtergrond bij zo'n IT-evenement? Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel een hele goede vraag. En ik was ook best verrast toen Eugène Tuinma mij vroeg om mijn ervaringen te delen vanuit het voetbal. Wat gebeurt daar nou precies met Big Data? En uiteraard ben ik bij PSV, de club waar ik commissaris mag zijn, ben ik eens even goed ingedoken. En dan kom je erachter dat er ongelooflijk veel data verzameld wordt. Alleen wat voor data? En wat doe je er vooral mee? En hoe maak je van 7 verschillende invalshoeken waar al die data voor bij elkaar gebracht wordt, hoe breng je dat gewoon heel simpel naar een trainer coach toe die daar zijn voordeel mee kan doen? Hoe doe je dat naar spelers individueel? Hoe doe je dat als team? En wat te denken van scouting? En misschien nog wel het belangrijkste van alles, hoe ontwikkel je uiteindelijk een hele een databestand voor spelers? Zowel op fysiek, als tactisch, als mentaal terrein. En zo kun je er natuurlijk nog wel een aantal zaken bij noemen. En ik ben eigenlijk blij verrast om te zien hoe ver wij op dit moment bij PSV zijn. Het belangrijkste is dat we ze een hele innovatieve en leuke middag geven, waar we hun tot denken aanzetten van hey, zo heb ik dat nog nooit bekeken. En waarbij ze SLTN Interactions gaan zien als een bedrijf die hun kan helpen, waarbij ze geloven dat wij de techniek kunnen, dat kunnen we ook, maar de techniek moet niet leidend zijn. En dat is in onze branche meestal, hè. We zijn Engelstalig, afkortingen, en we gaan gelijk in details in techniek, en dat willen we hier juist helemaal niet. Dus het moet verfrissend bij een IT-bedrijf wegkomen met inspirerende ideeën voor je organisatie.